Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Daanen. In deze aflevering een gesprek met Manuela Hoogstraten. Manuela had een onaangename ervaring bij haar werkgever toen ze ziek werd. Het inspireerde haar zich te scholen tot register case manager en vervolgens reïntegratie bij kanker in goede banen te leiden. In deze podcast geeft ze veel tips en praktische informatie, zowel voor werknemers als voor werkgevers. Wat is jouw relatie met kanker? In eerste instantie zit er heel veel kanker bij mij in de familie. Mijn moeder was 38 toen ze borstkanker kreeg. En mijn vader heeft op dit moment prostaatkanker in vergevorderde stadium. Oh. Ik heb zelf kiestes, die worden afgezet in mijn nieren. Maar het zijn er heel veel, waardoor de nierfunctie dus steeds slechter wordt. Omdat de gezonde weefsel in mijn nieren steeds verder verwijderd worden. Kiestes zijn in principe natuurlijk geen kwaadaardige tumoren. Maar het zijn er zoveel dat het dus echt raakt aan de functie van mijn nieren. Ik had de pech dat ze ook in mijn lever zaten. Mijn lever was inmiddels wel 5 keer zo groot geworden. Dus inmiddels ben ik getransplanteerd. Ik heb een nieuwe lever gekregen. En ik sta nu nog op de lijst voor een nieuwe nier. Dus, zo, je hebt een heel medisch verleden achter je. Ja. Dus, want je werkt vanuit Huis aan het Water voor mensen die teruggaan naar het arbeidsproces in veel gevallen. Ja. Dus ik neem aan dat je heel goed herkent waar die mensen in zitten. Ja, en op het moment dat ik de diagnose kreeg en het vervolgens bij mijn werkgever moest melden, is daar niet zo heel fijn op gereageerd. Dus ik merk nu achteraf dat ik het heel fijn had gevonden als ik een buddy had gehad. Die mij erop had gewezen wat mijn rechten en mijn plichten zijn. En mij ook had begeleid tijdens mijn hele reïntegratie. Nou, daar gaan we het nou precies over hebben in deze podcast. Ja. Want jouw officiële titel is een vrij ingewikkelde. Hoe luidt die precies? Register case manager. Ja, en dan is meteen de vraag, wat is dat dan? Wat is dat dan? Arbeids- en reïntegratiebegeleiding. Voor mensen die ziek zijn. En dat is wat ik ook hier bij het Huis aan het Water doe. En dan heel specifiek kanker en werk. Ik merk gewoon ook uit de gesprekken dat het heel belangrijk is om een hele goede begeleiding te hebben tijdens reïntegratie. En dat doe je al een behoorlijke tijd, dus je hebt ook echt al wel wat ervaringen. Daar wil ik heel graag meer over horen. Maar dan in eerste instantie, je hebt het over een buddy. Ik zou graag een buddy hebben gewild, dus iemand die mij begeleidt. Kun je iets vertellen over hoe je eigen proces ging, zonder mensen in discrediet te brengen, maar gewoon om een beetje begrip te hebben of inzicht te krijgen. Hoe ging dat dan, dat proces? Jij kreeg diagnose dat je problemen had met je nieren, begon het, hè? Ja. En hoe is dat toen verlopen? Want je had werk op dat moment? Ja. Kun je wat over vertellen? Wat gebeurde er? Ik had heel leuk werk op dat moment. Ik was projectleider. Ik had een ontzettend leuk project en dat verliep ook heel leuk. Totdat ik in 2013 inderdaad de diagnose kreeg en voor het eerst naar mijn leidinggevende ging en hem wilde informeren daarover. En het eerste wat hij toen tegen mij zei was, Manuela, wat betekent dat dan voor de organisatie? En toen dacht ik, nou in eerste instantie ben ik er nog even mee bezig. Wat betekent dat dan voor mij, hè? En voor mij en voor mijn... Maar dat was niet de focus van je leidinggevende? Nee, even niet. Tuurlijk, ik snap zijn reactie. Hè? Eigenlijk bedoelde hij, wat betekent het dan voor je functie en voor je werk en dergelijke? Maar daar was ik op dat moment even niet mee bezig. Ik was even in eerste instantie even mee bezig van wat betekent het dan voor mij, hè? Voor mijn toekomst, voor mijn leven, voor mijn omgeving, voor alles en iedereen. Daar was ik eigenlijk in eerste instantie gewoon mee bezig. Ja, natuurlijk. En met een behandeling, kan ik nog behandeld worden? Hoe ziet die behandeling er dan uit? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat is de prognose? Daar was ik nog mee bezig. Want meldde je ziek op het moment dat je die diagnose kreeg? Nee, ik heb in eerste instantie niet ziek gemeld. Ik heb eerst gezegd, joh, luister... Dit is wat er aan de hand is en weet dat, dat ik wel ook naar het ziekenhuis moet en dergelijke. Je informeerde in feite je leidinggevende? Eigenlijk informeerde ik hem eventjes. Dat ik zei van, god, weet dat. Totdat ik op een gegeven moment, een paar maanden later, dacht van... Nou, ik weet het niet, het gaat niet zo goed met me. Ik weet niet of ik dit wil gaan volhouden, fulltime werk. En toen ben ik zelf, en dat is ook, dat wijs ik ook iedereen op. Er bestaat namelijk een arbeidsomstandigheden spreekuur. Dat betekent dat je zelf een afspraak kunt maken met de bedrijfsarts. Dus stel dat het niet goed gaat met je. Je denkt, nou, het gaat gewoon niet goed. En dit heeft ook invloed op mijn werk. Ik wil graag een bedrijfsarts spreken. Ja. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb een afspraak gemaakt. En toen heb ik tegen de bedrijfsarts gezegd, joh, luister, ik weet het even niet. Vertel me. Hoe ga ik dit aanpakken? Nou, en toen heb ik eigenlijk een hele goed advies gegeven. In eerste instantie heeft hij mij doorverwezen naar Huis aan het Water. Omdat ik natuurlijk ook met heel veel vragen zat. Hij kende namelijk Mattie. Hij zegt, je moet gewoon een keer met Mattie afspraak maken en ga je daar gewoon een keer kijken. Mattie Hakvoort, dat is de psychiater hier. Die ja, hè, dus de directeur, de oprichter van het huis. En hij zei, want ik snap dat je met heel veel vragen zit. En die vragen die wil je graag beantwoord hebben. En toen had ik ook zoiets, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dus ik ben hier toen terechtgekomen in het huis. Daar was ik ontzettend blij mee. Ik ben toen ook terechtgekomen bij Anke voor begeleiding, psychologische begeleiding. Want die had ik zeker nodig. Hè, want je leven staat totaal op zijn kop. En die gesprekken met haar waren heel fijn. Ik heb ook de mindfulness training gedaan, schrijfhulp heb ik gedaan. Dat heeft me heel veel geholpen om mezelf, voor mezelf alles even op een rijtje te zetten. En het was dus de bedrijfsarts die jou daarop bezig. Ja, en daar ben ik hem nog steeds heel, heel dankbaar voor, ja, dat hij dat op dat moment gedaan heeft. Ja. Want het is inderdaad zo, je komt in een rollercoaster terecht van allerlei emoties. Want wat was de prognose die jij kreeg, of in ieder geval de diagnose en het vooruitzicht wat jou gegeven werd op dat moment? Het vooruitzicht is dat ik niet meer beter word. Dat is het vooruitzicht. Het is namelijk een gen wat steeds die kiezers aanmaakt en afgezet wordt in mijn lever en mijn nieren. Dat kan door transplantatie, dan heb ik eigenlijk weer een schone situatie en kan het weer opnieuw gaan starten. En dat gebeurt dan ook? En dat gebeurt dan ook, maar dat kan jaren duren. Soms kan het ook zo zijn dat het wat afremt, doordat je dus een nieuw orgaan krijgt. Dus dat kan ook nog. Maar helemaal beter worden, dat zal niet meer het geval zijn. Dat op zich al was natuurlijk een heftige boodschap. Ja, en dan ook de vraag, hoe oud ga je worden dan? Hè? Dat speelt allemaal door je hoofd heen. Natuurlijk. Ga ik überhaupt wel oud worden? En wat betekent dat voor mij? In je hoofd, dat begon allemaal te werken toen? Direct al, natuurlijk. Was dat ook de reden dat je zei van, ga ik dit wel volhouden, voltijd werken? Voltijd werken, dacht ik wel. Ik denk, er komt zoveel op me af nu. Hè? Er wordt een behandelplan gemaakt. Er wordt verwacht dat ik 1 keer de zoveel tijd naar een ziekenhuis ga. Ik ben zelf natuurlijk met mezelf heel erg bezig. Ik zat in een rollercoaster van allerlei emoties. Dat ik dacht van, ik weet niet of ik dat... Of mij dat gaat lukken. Daar heb ik echt wel hulp bij nodig. Ik had echt zoiets, dit kan ik niet alleen. Dat is voor iedereen verschillend. Hè? Andere mensen zeggen, ik kan het heel goed alleen. Andere mensen zeggen, ik heb toch wel hulp nodig. En waar bestaat die hulp dan uit? Hè? Dat is voor iedereen weer verschillend. En jij nam dus in feite initiatief. Je ging naar de bedrijfsarts en die zei van, het lijkt me een goed idee dat je wat extra hulp daarbij krijgt. En begeleiding. En hij kwam dus met het Huis aan het Water. Ja. Dan heb je allerlei trajecten gevolgd. En hoe ging het sindsdien met je? Ook met werk. Hè? We hebben het met name over werk vandaag. Ja. Hoe ging dat door op je werk? Ik was zo'n half jaar verder en toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel gewoon lekker aan de slag. Intussen was mijn functie opgeheven. Dus want had je al die tijd niet gewerkt? Ik heb al die tijd wel gewerkt, want in de tussentijd is mijn functie opgeheven. Maar niet voltijd meer? Niet voltijd, okay. Nee. Het was parttime, ik kon het gelukkig wel zelf aangeven, hè, wat ik wel kon en wat ik niet kon. Mm-hmm. Dat gelukkig wel. Op een gegeven moment mijn functie kwam te vervallen en het hele project stopte. Dus ik heb mij toen heel erg bezig gehouden met het afronden van het project. En gezorgd dat het toch nog ergens nog in de hele organisatie nog zou worden ingebed. Dat project, want ik wilde niet dat het helemaal stopte. Dus daar ben ik heel erg mee bezig geweest. Mm-hmm. Ik heb dat mooi afgerond en toen dacht ik, oké, en wat ga ik nu dan doen? Ja. Mijn leidinggevende zei, ik heb geen werk meer voor je. Dat diezelfde leidinggevende? Dezelfde leidinggevende. Uh-huh. En toen ben ik eigenlijk zelf de hele organisatie rondgegaan en bij managers gevraagd, ik ben beschikbaar, dus heb je iets voor mij? Ik ben uiteindelijk ook nog in de OR terechtgekomen, dus ik heb ook heel veel OR-werkzaamheden gehad, maar dat deed ik allemaal een beetje parttime. En vervolgens kwam niemand met vervangend passend werk voor mij. En dat vond ik wel een beetje vreemd. En ook eens stak ik mijn vinger op en dan zei ik, joh, hier ben ik, wil graag werken. Wat kan ik doen? Niemand die reageerde. Intussen was ik ook met een opleiding begonnen, want mijn leidinggevende had eigenlijk meer gezegd, joh, volgens mij moet je een coach gaan zoeken, waarmee je dus in een soort outplacement terecht zou komen. Ik heb dat gedaan, want ik dacht, dat hoort erbij, hè, want niemand had mij geïnformeerd überhaupt over wat betekent reïntegratie. Dus dan dacht ik, oké, mijn functie was vervallen, dat snap ik, dus ik zou in een outplacement terecht komen. Daar was ik inmiddels al een beetje mee bezig, ik had ook al wat mensen geïnformeerd. En later dacht ik van, volgens mij klopt hier iets niet. Hè? Volgens mij betekent reïntegratie betekent volgens mij iets anders. Ik was intussen met de opleiding voor reïntegratie voor register case manager begonnen. En ik had daar ook geïnformeerd. Dus zij zei, nee, maar reïntegratie betekent, de focus ligt op zoeken naar passend werk in de organisatie het eerste jaar. En outplacement is juist naar buiten toe. Naar buiten toe. Ja. Dus hoe zit dat? Ja, en toen ben ik weer teruggegaan naar mijn leidinggevende. Ik zeg, jullie zijn mij verplicht om passend werk voor mij te gaan zoeken. Want waar had je gehoord dat verplicht is? Dat had ik eigenlijk bij mijn opleiding gehoord. Daar hoorde je dat het verplicht is voor een werkgever Want dat weet lang niet iedereen, hè? Nee. Want kun je er iets meer over vertellen? Wat betekent dat precies voor een werkgever? Ik merk inderdaad ook in de praktijk dat mensen slecht geïnformeerd worden hierover. Ja. Als jij op een gegeven moment je ziek meldt en het blijkt dat het voor een langere tijd is, dan zijn er een aantal stappen die genomen moeten worden. Dat is de Wetverbetering Poortwachter, die zegt: werkgever, u bent samen met uw werknemer verplicht om te zoeken naar een passende functie binnen de organisatie. In eerste instantie kijk je natuurlijk of de medewerker terug kan keren in zijn eigen functie. Is dat nog passend te maken met de beperkingen die de medewerker heeft? Dat is stap 1. Ja. Als dat niet het geval is, als niet het geval is dat je terug kan keren in je eigen functie, omdat het te zwaar is en niet past bij je belastbaarheid, bij je beperkingen en dergelijke, dan moet er gekeken worden naar een andere functie, een passende functie binnen de organisatie. En dit is bij wet geregeld? Dit is bij wet geregeld. En bij jou was dat dus juist helemaal niet aan de orde? Was helemaal niet aan de orde. En dat hoorde jij tijdens die opleiding? Ja. En wat is er toen gebeurd? Want jij zei van, hé, wacht even, we zouden het hebben over reintegratie. Nu hebben jullie mij in een outplacement traject gezet. Ja. Wat was daarop de reactie toen je dat te sprake bracht? Nou, ik kreeg eigenlijk niet heel veel reacties. Niet meer dan van Manuela, focus je gewoon op die outplacement traject. Intussen was ik zo met die opleiding bezig dat ik ook een stageplek nodig had. En ik had gehoopt dat ik dat bij mijn eigen werkgever zou kunnen organiseren. Dat was niet het geval. En toen heb ik bij een andere organisatie, vlakbij mijn werkgever, heb ik een hele leuke organisatie gevonden waar ik dus mijn stage kon doen. Onder het mom van, dan maar tweede spoor, zoeken naar een passende functie buiten de organisatie, heb ik daar 1,5 jaar lang heel leuk werk gedaan. Tijdens je opleiding? Tijdens mijn opleiding, ja. Dus die stage is gelukt. Ja. Is die opleiding ook gelukt? Die opleiding is ook gelukt. Dus dat heb ik ook allemaal volbracht. En je bent dus echt nu officieel register case manager? Register case manager. Dus als ik je goed begrijp, dan zeg je eigenlijk heb ik gewoon niet een fijne ervaring gehad. En je zou bijna kunnen zeggen, jij hebt daar een kans van gemaakt voor jezelf. Ja. Door je te bekwamen en je ook te scholen. Zodat je andere mensen kunt helpen om daar beter doorheen te gaan. Ja. En dan ben ik benieuwd naar, je hebt die hele opleiding gedaan. Wat kom jij nu tegen bij mensen die jij begeleidt, waar hun grootste behoefte zit als het gaat om die begeleiding? Waar help jij mensen nou het meeste mee? Dat is heel breed. Het kunnen zijn de 1-op-1 gesprekken, 1 keer informatie geven, advies geven, klaar. Dat kan. En dan geef ik informatie en advies over de wetverbetering poortwachten. Wat zijn jouw rechten en jouw plichten? Wat zou je zelf kunnen doen? Want ik zeg ook altijd vaak, pak je eigen regie. Zorg ook dat je zelf gewoon met een plan komt. Wacht niet af totdat de werkgever met een plan voor jou komt. En want normaal gesproken is het zo dat als iemand een diagnose krijgt, langere tijd ziek is, en dat is vaak met kanker, als je de diagnose kanker krijgt, ben je voor langere tijd ziek. Dan krijg je de eerste gesprek met de bedrijfsarts na 6 weken al. En die bedrijfsarts die stelt ook een diagnose vast. En die zegt ook van oké, je diagnose is kanker, wat betekent dat voor jou en wat betekent dat dan voor jouw belastbaarheid? Wat zou jij nog kunnen? Wat wil je? Dat is ook een goede vraag. Wat wil je en wat kan je? En dat is wat hij vaststelt. Vervolgens ook zegt, dit zijn de beperkingen die jij dat doet de bedrijfsarts allemaal? Dat doet de bedrijfsarts, ja. Okay. En die zegt, dit zijn je beperkingen en die zijn belangrijk, want dat zijn gevolgen voor, die kunnen gevolgen hebben voor jouw werk. Dat moet jouw leidinggever moet dat weten. Dus die bedrijfsarts die stelt een probleemanalyse op. Die zegt, oké, ik heb de meneer of de mevrouw gezien. Ik stel vast dat hij nog wel belastbaar is voor werk. Maar hij loopt wel tegen een bepaalde beperking op. Dat zou kunnen zijn vermoeidheid, wat je heel vaak hoort. Vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen. Nou, en zo zijn er nog wel meer dingen. Maar dat zijn wel de meest belangrijke. En dat kunnen gevolgen hebben voor het werk. Dus ik stel vast dat deze persoon belastbaar is voor 2 dagen van 2 uurtjes. En zo wordt dat meestal gesteld. Ja. Soms kan het ook zijn dat iemand nog in een behandeltraject zit. En dan stelt zo'n bedrijfsarts ook vast, deze meneer zit nog in een behandeltraject. Dit kan even enige tijd duren. Maak afspraken over hoe deze persoon toch binding kan blijven houden met de organisatie en met het werk. En dat kan zijn dat die persoon 1 keer in de week misschien even een uurtje langskomt, misschien even bijgebesproken wordt. En daar kunnen allemaal afspraken over gemaakt worden. Wat is belangrijk om deze persoon met zijn beperkingen toch ervoor te zorgen dat hij weer terug kan keren in zijn werk? Focus 1 is terugkeren in eigen werk. En de tweede focus is eventueel, als dat niet meer kan, in passend werk. Ja. Zo, en dan wordt de probleemanalyse vastgelegd in een plan van aanpak. Dat wordt verder uitgewerkt en dan daarin moeten de afspraken terechtkomen die jij samen met je leidinggevende maakt over hoe keer jij weer terug in je eigen functie en wat heb jij daarvoor nodig? Welke interventies kunnen daarvoor ingezet worden? Dat kan zijn een coach, dat kan zijn een gesprek met een psycholoog of misschien fysiotherapie of dergelijke. Wat heb jij allemaal nodig? En dat leggen we dan vast. Oké, want je zegt nu opeens, leggen we dan vast? Want is dat ook het antwoord op mijn vraag van wat zie je dat mensen vooral nodig hebben? Ja. Dat is die begeleiding om hiertoe te komen. Ja. Klopt dat? Ja. Want je zegt een bedrijfsarts en je zegt de leidinggevende, maar dan krijg ik het beeld van een grote organisatie. Er zijn natuurlijk ook heel veel kleinere organisaties waar ook mensen ziek kunnen worden. Ja. Geldt dat dan precies hetzelfde? Geldt precies hetzelfde. En waar zit dan die bedrijfsarts? Want die zit vaak niet in dat bedrijf. Nee, de werkgever heeft afspraak met een arbodienst. Je bent verplicht als organisatie om een contract vast te leggen met een arbodienst. Ook als je een heel klein bedrijf bent. Ook als je een heel klein bedrijf bent. Ja, in de detailhandel, je hebt 5 medewerkers. Ja. Dan moet je toch een contract hebben met een arbodienst. Ja, want waar ga jij naartoe met je werkgever, met je werknemer die ziek wordt en voor langere tijd ziek is? Jij bent verplicht om uiterlijk 6 weken na de eerste ziekmelding om die persoon naar een bedrijfsarts te sturen. Ja. En die bedrijfsarts die maakt een probleemanalyse op. Komt het wel eens voor dat een werkgever dit allemaal niet weet? Ja. Ja. Dus die schrikt zich natuurlijk een hoedje. Ja. Van wat gebeurt hier nou? Ja. Of dat hij zegt, weet je, doe jij even lekker rustig aan. Ga jij lekker naar huis. En vervolgens hoort die medewerker helemaal niets meer. Dat komt voor. Zit die medewerker ineens gewoon een jaar thuis. En dan moet er ineens een eerstejaarsevaluatie opgemaakt worden. En dan krijgt een medewerker een uitnodiging om langs te komen bij de werkgever. Want er moet ook ineens een eerstejaarsevaluatie opgemaakt worden. Want dit gebeurt, dat traject wat je net schetste, eigenlijk helemaal niet wordt gedaan. Ja. Dat iemand in feite gewoon wordt gezegd, joh, ga maar lekker naar huis. Ik merk ook dat als mensen een jaar niet naar het werk zijn gaan, die drempel om dan weer naar je werk te gaan, die wordt steeds hoger. Ja. En op een gegeven moment, dan ga je er zo tegenop zien, dat jij na een jaar denkt, ja, moet ik nou nog terug naar mijn werk? Oh, poeh, heel veel stress ook. Hè? Dat je denkt, ja, maar... Ja. Wat je natuurlijk helemaal niet kan gebruiken, want het is net weer misschien aan de betere hand met je. Ja. Is dit nou vooral wat een case manager doet? Ja, en zowel te zorgen dat die werkgever op de hoogte is van de Wetverbetering Poortwachter. Dus je informeert in feite veel. Ik informeer de werknemer of de werkgever, gewoon, let op, hè, dit zijn jouw plichten, maar dit zijn jouw rechten, dit zijn jouw plichten. Weet dat dit moet. Want stel dat het niet gebeurt en die medewerker is 2 jaar ziek, komt hij bij het UWV terecht en gaat daar een uitkering aanvragen. Maar wat doet het UWV? Het UWV gaat dus toetsen of er voldoende gedaan is binnen dat reïntegratietraject. En of zowel de werkgever als de werknemer voldoende hebben gedaan en zich hebben gehouden aan de Wetverbetering Poortwachter. Dus is er een probleemanalyse? Is er een plan van aanpak? Is er een eerstejaarsevaluatie? Enzovoort. Al die dingen die je moet doen binnen de Wetverbetering Poortwachter. Dat wordt nagetrokken. Wordt getoetst. Laten we toch maar even uitgaan van het negatieve. Stel, UWV stelt vast, er is eigenlijk nauwelijks iets gedaan. Nu, na 2 jaar, komt die medewerker bij ons vragen om een uitkering. Wat gebeurt er dan? Ja. Dan kan de werkgever een boete krijgen. En die boete is dat hij nog een jaar lang het loon moet doorbetalen. Kijk. Maximaal 52 weken. Als hij binnen die 52 weken laat zien dat hij het allemaal weer gerepareerd heeft, hè? Dat het allemaal weer in orde is. Hij heeft inmiddels alle verplichtingen heeft hij weer aan voldoen. Kan het dus ook minder dan die 52 weken zijn, maar hij krijgt wel een sanctie opgelegd. Dat zijn nogal consequenties voor een werkgever. Ja. Hè, dus een belangrijk deel van jouw werk, hoor ik van je, is dat je de werkgever informeert over deze plicht die hij heeft. Ja. Zitten er ook plichten aan de kant van de werknemer? Ja, die werknemer moet ook aan een aantal verplichtingen voldoen. Hij moet sowieso meewerken aan zijn herstel. Hij moet meewerken aan de reïntegratie. Er wordt van hem ook verwacht dat hij zelf ook acties onderneemt. Hè, dat hij ook zelf komt met een aantal oplossingen. Ik zeg ook altijd, pak je eigen regie. En dat zei ik net ook al eerder, hè, pak je eigen regie. Zorg dat je zelf ook nadenkt. En wacht niet af totdat de werkgever met een plan komt. Maar... Je hebt alle recht van spreken, want je hebt dat ook echt zelf gedaan. Hè? Ja. En is dat ook wat je bedoelt als je zegt pak eigen regie? Want dat horen we zo vaak. Hè? De patiënt ook in de medische wereld moet eigen regie pakken. En vaak denk je, wat is dat dan precies? Ja. Maar dat gaat er dus om in dit geval dat iemand nadenkt over wat kan ik wel. Ja, maar dat is ook de hele nieuwe wet. Hè? De hele nieuwe wet is ook dat je vooral kijkt wat kan je nog wel. Hè? Wat zijn jouw mogelijkheden? Dat is ook de hele nieuwe wet, ook de hele nieuwe WIA-wetgeving is dat je vooral kijkt naar wat kan je nog wel. En dat is ook wat het UWV doet. Hè? Die kijkt ook na die 2 jaar, wat kan je nog wel? We gaan niet kijken wat kan je niet. Nee, we gaan kijken wat kan je nog wel. Wat zijn je arbeidsmogelijkheden? Ja. Wat is je vermogen om toch nog te kunnen werken? Ik snap dat er heel veel gevolgen zijn aan de ziekte, maar ook heel veel gevolgen zijn aan de behandeling, hè? Want het is ook niet niks. Dat snap ik ook allemaal heel goed. Maar denk ook vooral, wat zou je nog wel kunnen? Ondanks dat je toch vermoeid bent, ondanks dat je misschien pijn voelt, misschien je concentratieproblemen hebt of geheugenproblemen. Kijk dan toch nog wat je wel kan. En ik zeg ook, probeer dan toch te starten met 2 uurtjes in de week. We bouwen heel langs je belastbaarheid op. Dat is natuurlijk de hele reïntegratietraject. Alles is erop gericht om die persoon zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te krijgen. Ja. Of als hij er al eenmaal in zit, om te kijken of hij dan weer een beetje zijn belastbaarheid zou kunnen opbouwen. Daar is alles op gericht. En daar is waar we over nadenken. En dat is natuurlijk ook wel echt belang van de werkgever ook. Ook belang van de werkgever. Want die wil natuurlijk, want je had het net over het doorbetaal van salaris. Hoe zit het dan met die eerste 2 jaar? Hij is minimaal verplicht om 70% van het salaris door te betalen. Is ook wel weer afhankelijk van het CAO. Hè? In het CAO kan ook staan dat je bijvoorbeeld het eerste jaar 100% krijgt. En het tweede jaar afhankelijk van jouw inzetbaarheid. Of je 70, 80 of 90 of 100% krijgt. Dat kan ook in het CAO allemaal weer geregeld zijn. Maar in ieder geval een aanzienlijk deel. 70% minimaal moet die doorbetalen. Dus je wil natuurlijk dat mensen gewoon ook weer daar wat voor terug doen. Ja. Kom je ook wel eens tegen dat bedrijven daarin dan een beetje weer overvragen? Zeg van, nou ja, ik wil graag dat je terugkomt. Dus eigenlijk tegenovergestelde van, ja, ga maar thuis zitten. Van, joh, ik wil gewoon dat je terugkomt. Want dat kunnen we ons natuurlijk vanuit het belang van de werkgever wel voorstellen. Kom je dat ook tegen? Dat kom ik ook heel erg tegen. Hè? Dus dat ze iets te snel willen dat je weer aan de slag gaat. Hè? Die werkgever heeft het liefst dat je zo snel mogelijk weer beter wordt en weer aan de werk gaat. Want het kost hem heel veel geld. Hè? Ik bedoel, hij moet je loon doorbetalen. Ja. Vervolgens is hij ook nog verplicht om eventueel de interventies, hè, die nodig zijn om jou weer aan het werk te krijgen, om die ook te gaan betalen. Dat zit bij die regeling in, dat hij dat moet doen? Sommige grote werkgevers hebben vaak ook een reïntegratiebudget. Hè, waarvan ze zeggen, nou oké, we hebben een budget waarvan we dus een aantal... Is dat vrijwillig of ben je verplicht om daar iets voor te doen? Dit is niet verplicht, nee. Maar sommige bedrijven hebben dat wel, ja. Maar ik kan me voorstellen, dat hoort ook een beetje bij goed werkgeverschap natuurlijk. Ja. Dat je dat als grote organisatie in ieder geval graag wil doen. Ja, dat je dat ook aanbiedt. Hè? Dat je zegt, joh, we hebben een budget, dus stel je hebt wat nodig. Stel je hebt een coach nodig, of dan kunnen we dat voor jou betalen. Ja, maar wel duidelijk als doel van dat we je graag weer willen inzetten. Dan willen we wel afspraken maken, hè? Want dat is vaak ook wel de tegenprestatie. Dat de werkgever zegt, maar dan willen we wel afspraken maken. Hè? Ja. Dat we wel zien dat er op een gegeven moment vorderingen zijn in jouw herstel en belastbaarheid. Ja, dat is dan waar het echt om gaat uiteindelijk. Ja. Maar goed, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Het is goed voor beide. Hè? Ja. Het is goed voor de medewerker, het is goed voor de werkgever. Ja. En jij zit daar als een buddy in, dat zei je al eerder. Ja. Jij bent degene die dan met de bedrijfsarts en je bent degene die met de leidinggevende en ook met andere organisaties. En dat is nou precies wat je zelf eigenlijk niet gehad hebt. Nee. Ben je ooit nog eens teruggegaan naar die werkgever om eens te praten over wat je nu aan het doen bent en hoe je terechtgekomen bent? Nee, heel veel mensen weten het wel hoor, dat ik hiermee bezig ben inmiddels. Okay. Dus dat weten ze wel. En, ik zou het zeker, en mijn leidinggevende werkt daar niet meer, dus ik zou het daar niet meer met hem over kunnen hebben. Maar het is wel belangrijk om te weten wat het met iemand doet. Weet je? Dat is belangrijk om een gemotiveerde medewerker te houden. Die graag aan zijn reïntegratie wil werken, omdat hij heel graag wil weer terugkeren in zijn eigen functie. En als dat niet kan in een passende functie, binnen de organisatie het liefst. Ja, ja. Dat is eigenlijk een beetje het doel van waar we naar streven. Ja, en zo te horen belangwekkend werk, zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Ja. Wat zijn nou de lessons learned? Hè? Dus wat heb je nou echt tot nu toe in het werk wat je gedaan hebt op dit terrein ondervonden als zijnde heel belangrijk? Van joh, als je hiermee te maken krijgt als werkgever of als je hiermee te maken krijgt als werknemer, Denk dan in ieder geval hier aan. Ja. Dit is echt belangrijk. Wat zou je dan zeggen? Nou, ten eerste, hè, voor iedereen is het weer verschillend. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Iedereen heeft ook verschillende naweeën, gevolgen van behandelingen. Hè? Dus je kan niet zeggen, we hebben één product waarvan we zeggen, dat plakken we op iedereen. Dat is ook altijd wat ik bij de bedrijfsarts ook zeg. Hè? Want bedrijfsartsen hebben vaak een format en dat plakken ze op iedereen. Al heb je een burn-out of heb je een gebroken been of al heb je kanker. Ze plakken altijd datzelfde format op al die medewerkers. Zo werkt het niet. Iedereen is verschillend. Dus iedereen heeft zijn eigen begeleiding nodig. Hè? Persoonlijk op maat afgestemd. Dat is heel belangrijk. Dus ga in gesprek. Leidinggevende en medewerker, ga in gesprek. Ook zo belangrijk. Hè? Blijf ook in gesprek met elkaar. Ook gedurende die 2 jaar blijf ook in gesprek met elkaar. Over waar sta je nu? Wat heb jij nodig? Wat kunnen wij als werkgever, wat kunnen wij voor jou betekenen? Kijk, een tip aan beide kanten, hè? Ja. Aan beide kanten van zoek dat contact op, blijf in die dialoog. Blijf in gesprek. Ja. En wat heb die werkgever ook regelmatig van, wat heb jij nodig van ons om te zorgen dat jij weer kunt terugkeren of aan het werk kunt blijven? Ja. Wat heb jij van ons nodig? En werknemer, denk vooral zelf na, hè? Ook voor jezelf, maar ook voor het hele proces. Wat heb jij nodig? Hè? Wat kunnen wij bij Huis aan het Water voor jou bieden om de hele reïntegratie makkelijker te laten, of beter en effectiever te laten verlopen. Ja, en dat zei je al eerder, dus die regiefunctie, hè, zorg echt dat je regie houdt en dat je regie neemt over je eigen werk en je eigen leven in feite. Ja. Want je noemde net van het wordt een beetje op één hoop gegooid. Ik ben dan wel benieuwd, want je staat dan met name opgesteld voor mensen die getroffen zijn door de diagnose kanker. Is er iets over te zeggen wat nou een terugkerend probleem of een terugkerende uitdaging is voor mensen als het gaat om werk die dan door kanker zijn getroffen? Wat is daar nou zo kenmerkend aan? Er is vaak heel veel onbegrip, merk ik. Het is nog zo'n vaag gebied, hè, van wat betekent dat dan voor een medewerker als je getroffen wordt door kanker? Wat betekent dat dan? Onbegrip bij een organisatie? Bij een organisatie. Hè? En soms, een medewerker weet het vaak soms ook niet. Hè? Die wordt daardoor getroffen. En ik heb het zelf ook meegemaakt. De grond wordt onder je voeten vandaan geslagen. Je weet het zelf ook even niet. Hè? Ik weet dat ik zelf ook een paar dagen gewoon apathisch op de bank heb gezeten. Want je weet het ook gewoon even niet. Hè? Je denkt van, oh help. Ik merk ook dat mensen ook soms in paniek raken. He, ik merk ook soms mensen die normaal gesproken altijd goed de touwtjes zelf in handen houden en het allemaal voor zichzelf allemaal kunnen regelen, ineens zo in paniek raken, omdat, als je de diagnose kanker krijgt, betekent dat wel voor je, je gaat wel over nadenken, over het leven, hè, en over, over de dood, hè. Dat zijn ook van die dingen die vaak ook in je opkomen. Dat ze zo in paniek raken dat ze het soms even niet meer weten. En dan ontstaat er een soort onbegrip bij de werkgever, die daar ook niet adequaat op reageert. En dan merk je dat er ineens een conflict ontstaat. En dan denk je, oh, wacht even. En dan wordt de focus op het conflict gelegd. Maar waar komt dat conflict dan vandaan? Omdat er soms zo'n onbegrip is dat in de hele communicatie het niet meer verloopt. Dat verloopt op een gegeven moment zo stroef. Ik had laatst ook een mevrouw die had te maken met een nieuwe leidinggevende. Die man die was er net. Dus zij moest ook nog een beetje wennen aan hem. En hij ook nog een beetje aan haar. Ze heeft een beetje onbegrip ervaren bij deze meneer. Want deze meneer was ook gewoon... Want dat moet ik ook nog even zeggen. Hè, dat een leidinggevende wordt ook vaak aangewezen als de case manager voor deze persoon. Maar die leidinggevende is soms met hele andere dingen bezig. Want die is er veel meer mee bezig van... heeft heel veel... maar jij bent toch de case manager? Nee, in sommige organisaties is het zo geregeld... Dat die leidinggevende ook tevens de case manager is. En hij kan ervoor kiezen om... die taak ergens anders neer te leggen, dat kan. De werknemer kan er ook voor kiezen. Hè? Die kan ook zeggen, god, luister, leidinggevende. Ik denk dat het beter is dat de rol of de taak van case manager... even ergens anders neergelegd kan worden. Dan die leidinggevende die ook verschillende petten op heeft. Hè? En die hiërarchische relatie die er in feite zit. Hè? Die ook precies. Ja. En die leidinggevende is soms ook met... Hè, zoals in dit geval wat ik net over had. Dat was een interim manager... Die was er vooral mee bezig om eens even een hele frisse wind door die afdeling heen te laten waaien. Dus die was er ook vooral mee bezig om mensen dus te ontslaan. Hè? Of in ieder geval erop te wijzen dat ze misschien wel eens wat anders moesten gaan doen. Waardoor er bij die medewerker natuurlijk ook iets ontstaat van... oh, maar ik ben de volgende, want ja, ik ben nu ziek, dus ik ben de volgende. Hè? Dus dan ontstaat er een heel naar sfeertje ontstaat er dan op een gegeven moment. De communicatie verliep ook niet lekker. Dus dan op een gegeven moment ontstaat er een soort conflict. En dan ligt de focus ook daarop, hè? En niet meer op die reïntegratie. Ja. En dan ligt het niet meer op de reïntegratie van, oké, medewerker, maar wat heb jij nou nodig van mij? Dat is natuurlijk een hele onveilige situatie, hè? Ja. Net wat je niet nodig hebt. Nee, is net wat je niet nodig hebt, want... Er is natuurlijk al een niet zo veilige situatie, omdat je een nieuwe leidinggevende hebt. Hè? Dus je hebt al zoiets van, een beetje aftasten, hè? Van wat kan ik daar nou wel neerleggen, wat kan ik daar niet neerleggen, wat kan ik bespreken of niet bespreken. En die krijgt dan dus die rol van case manager. Die krijgt dan ook steeds de rol van case manager. En die zit daar met verschillende pet op. En dat is heel lastig om dan met hem te gaan bespreken van, kunnen we afspraken maken over een opbouwschema? Kunnen we afspraken maken over, wat heb ik nodig? Ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment liever kiest dat iemand anders dat case management doet. Dat is ook vaak dan ook beter, hè? Dan dat je zegt, dan leg ik de rol van case manager even ergens anders neer. Ja. Eventjes bij een andere persoon binnen de organisatie, maar nog beter. Een andere persoon buiten de organisatie die er even met een objectieve bril naar kan kijken. Ja. Die zowel de medewerker als de werkgever adviseert en informeert over het hele reïntegratietraject. Ja, en dan kom jij bijvoorbeeld in beeld. En dan kom ik in beeld. Ja. Tot slot dan die vraag... Stel, je hebt een bedrijf en je wordt binnen je bedrijf getroffen door kanker, omdat een van je medewerkers die diagnose krijgt. Wat zou je dan aanraden aan zo'n werkgever om in ieder geval als eerste stap te doen? Ga het gesprek aan met je werknemer. Hè? Zorg dat je daarvoor open staat. Ja, maar hij is ziek, ik wil hem niet belasten. Ja, nee, hij moet even rust houden, hij moet thuis zijn. Nee, ik zou altijd contact opnemen. Ja. Hè, al is het maar even om te vragen, hoe gaat het met je? Je mag er niet naar vragen. Hè? Je mag niet vragen naar de ziekte, hè? Want dat mag je niet. Je mag er ook niets over noteren als werkgever. Dat mag niet. Je mag wel vragen, hoe gaat het met je? En wat kunnen wij nog voor jou betekenen? Dus je mag niet vragen naar, wat heb je? Hè? Als die medewerker erover wil vertellen zelf, is dat prima. Hè? Dat kan, dat mag. Dus je mag als medewerker zeggen, joh, ik ben getroffen door kanker en ik heb de diagnose gekregen. Dat is dan prima. Maar die werkgever mag daar niets over noteren. Het is de bedrijfsarts die de medische gegevens mag inzien en ook de medische gegevens opschrijft. De werkgever niet, maar ga wel het gesprek aan, zeg je. Ga wel het gesprek aan. Hè. Zorg dat je elke keer in je agenda een moment prikt waarin je zegt, goh, ik ga weer even contact opnemen met maar even, met want je vertelt wat niet mag, wat mag wel, waar moet je wel je op richten? Ja, ik zou zeggen, joh, prik een moment in je agenda om even weer een contact op te nemen met die werknemer. En zeg dan, goh joh, ik snap dat je in een hele vervelende situatie zit, maar hoe gaat het met je? En wat kan ik voor jou betekenen? Oké. En noteer ook wat je met elkaar afspreekt. Hè? Schrijf dat ook op. En dat je zegt, joh, als je het goed vindt, neem ik over 2 weken weer even contact met je op. Informeer ik gewoon even weer hoe het met je gaat. Het is een dunne lijn eigenlijk, hè? Want er zijn toch echt een paar dingen waar je dan niet aan mag komen als werkgever. Maar je zegt, laat het niet na om contact te zoeken. Toch die contact te zoeken. En zeggen, wat kan ik voor je betekenen? Dat is zo belangrijk. Zo'n belangrijke vraag om te stellen. Wat kunnen wij als organisatie, of wat kan ik als leidinggevende voor jou betekenen? Ja. Wat heb je nodig? Dus laat eigenlijk je medewerker niet zwemmen. En laat hem niet vallen, dat zeg je. Nee. Ja, dat is een mooie afsluiting met dit gesprek. Dankjewel, Manuela, voor al je inzichten en het delen van je ervaringen. En heel veel succes met je mooie werk. Dankjewel.